Hoi allemaal! Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe geldvideo. Als jullie me al wat langer volgen, weten jullie dat elke eerste vrijdag van de maand een geldvideo online komt. Net zoals vandaag. Maar vandaag is de eerste in een nieuwe stijl. Hoi, mijn naam is Tanja. Ik kan goed met geld omgaan, maar toch is het altijd op. Ik heb schulden, kom vaak niet aan sparen toe en vind het moeilijk om overzicht te houden van waar mijn geld nou eigenlijk allemaal naartoe gaat. Wat verdien ik nou eigenlijk? En waar geef ik het allemaal aan uit? En hoe kan ik hier beter inzicht in krijgen? Wil je zien hoe ik hiermee omga? Elke eerste vrijdag van de maand komt hier een video over online. Dit is mijn serie Ik kan goed met geld omgaan, maar het is altijd op. Voordat ik jullie wat meer ga vertellen over de maand oktober, wil ik eerst even zeggen dat op dit moment mijn geldzaken toch nog steeds een beetje een rommeltje zijn. Mijn geldzaken zijn op dit moment zo geregeld dat ik eigenlijk best wel weinig overhoud elke maand. En dit zou ik goed kunnen maken door te werken bij transcriptie online. Dat is mijn bijbaantje. Dan typ ik interviews uit. Dit is een heel flexibel baantje. Je werkt vanuit huis. Je kan altijd zeggen, oh, ik ga iets typen. En dan klik je het aan en dan ga je het typen. Maar op dit moment heb ik daar eigenlijk gewoon geen tijd voor. Dus ik ben erg afhankelijk van hoe druk ik dit heb. Of ik geld bij kan verdienen en dus kan sparen. En dus ook mijn schuld kan afbetalen. Komt sowieso goed in 2019. Hopelijk iets eerder. Maar sowieso 2019. Goed, dan gaan we beginnen met mijn inkomsten van deze maand. In eerdere video's heb ik nooit echt de vaste lasten besproken. Die liet ik er altijd buiten. Vanaf nu komen die er wel in voor. Jullie weten dus niet hoeveel salaris ik eerder verdiende. Maar ik heb in de maand oktober heb ik meer salaris gekregen dan normaal. Volgens mij, ik weet niet precies waardoor dit komt. Ik denk dat het komt omdat ik een extra les heb gegeven in oktober. Ik heb iemands mentoruur heb ik overgenomen omdat zij op reis was. En mij werd verteld dat ik daar pas voor betaald zou krijgen in juni. Dus dat alle extra dingen die je doet, die je aan het eind van het jaar pas voor betaald krijgt. Omdat ik echt wel een stuk meer salaris heb gekregen dan normaal, heb ik toch het gevoel dat het daaraan ligt. En anders zou ik niet weten waarom ik meer salaris heb gekregen. Verder was het gewoon een normale maand. En dan zien jullie nu de inkomsten die ik deze maand heb gehad. Op dit moment krijgen Joran en ik nog huurtoeslag. Waarschijnlijk hebben we daar volgend jaar geen recht meer op. Omdat Joran een stuk meer is gaan verdienen. Nou, een stuk meer. Joran is wat meer gaan verdienen. En ik ben een stuk meer gaan verdienen. Want ik heb een baan. Dus dat moeten we goed in de gaten houden. Om op tijd onze huurtoeslag af te zeggen. Want je wil niet in de situatie komen dat je het krijgt terwijl je eigenlijk geen recht op had. Want dan moet je heel veel geld terugbetalen. Die €431,61, dat is deels studiefinanciering. Ik krijg nog steeds studiefinanciering omdat ik een master doe om docent Nederlands te worden. En daar is een heel erg tekort voor. Dus daar krijg je studiefinanciering voor, want dat willen ze stimuleren. En het is ook deels lening. Ik leen nu uit mijn hoofd €144. En deze lening heb ik wel echt nog nodig om rond te komen. Dus daarom leen ik nog steeds bij de overheid. Maar niet voor lang meer. Dan gaan we nu naar mijn uitgaven. Een hele grote uitgave die opvalt van deze maand is de €2060. En dat is collegegeld. Helaas is er weer collegegeld afgeschreven. Dat is nooit leuk. Het voordeel aan deze keer is dat ik waarschijnlijk de helft, als het goed is, krijg ik gewoon de helft terug. Want als het goed is, als het niet gaat zoals mijn vorige master, ben ik in januari afgestudeerd. En ik heb nu betaald voor het hele jaar. En als ik in januari afstudeer, dan heb ik maar 6 maanden gestudeerd. Dus dan krijg ik de helft, krijg ik daarvan terug. En dat is heel fijn, want het is echt heel veel geld. Studeren is echt heel duur. Ik ben uit eten geweest. Dat was met de sectie van school. Dat was ook omdat er zijn in onze sectie Nederlands op de middelbare school waar ik werk, zijn 4 nieuwe docenten. En daar zit ik ook bij. Alhoewel ik vorig jaar wel al rondliep als stagiaire, maar niet iedereen kende mij al goed. En er zijn 4 nieuwe docenten, dus om al die nieuwe docenten een beetje te leren kennen, zijn we uit eten gegaan. En dus ik vond dat ik daar ook gewoon bij moest zijn, want ik ben ook een van die nieuwe docenten die mensen willen leren kennen. Verder zijn we natuurlijk naar het onbeperkte frietparadijs gegaan. Dat was niet heel duur, maar dat was toch extra geld, €14,95. En heb ik voor €29 een kaartje gekocht voor Fantasialand. Daar ben ik nog niet heen geweest. Dat is een soort van actie.
En normaal is het veel duurder. En daar ga ik als het goed is met vriendinnen heen. En we hebben alvast de kaartjes gekocht. En ik vond het wel duur. Maar het had zoveel korting. En dat is ook voor de verjaardag. Nee, niet voor de verjaardag. Voor het afstuderen van een vriendin. En nou ja, het is wel gewoon heel erg leuk. Dus. Ook zul je misschien denken, Tanja, heb je nou €8,49 aan slagroom uitgegeven? Ja, ik weet dat dat een beetje gek klinkt. De slagroom is eigenlijk iets van €2 nog wat. Het is veganistische slagroom. En in de supermarkt hebben ze ook veganistische slagroom. Moet je zelf opkloppen. Daar was ik niet zo heel enthousiast over. Ik had hele goede verhalen gehoord over deze, dus ik wilde hem heel graag proberen. Hij is iets van €2, wat prijzig is, maar oké. Okay. Maar ik heb het gekocht bij Veggie Daily en de verzendkosten daarvan zijn gewoon €5 à €6 of zo. Dus alles bij elkaar was het heel erg duur. Maar de slagroom was inderdaad lekker, dus wat dat betreft was het misschien wel waard. Alhoewel, is slagroom ooit €8 waard? Zou je over kunnen discussiëren. Ja, en toen kreeg ik het vrolijke bericht, maar toch ook niet voor mijn portemonnee. Dat Pink naar Nederland komt. En ik ben al jaren fan van Pink. Ik denk dat van alle mensen die ik fan ben, ben ik van Pink het langst fan. En ik heb haar ook al het vaakst live gezien. Pink is toch echt wel één van mijn favorieten. En ik vind haar laatste CD, die inmiddels echt al niet meer nieuw is, ook echt heel vet. En ik wilde er heel graag live zien. En ja, dan moet je er wat voor over hebben. Joren en ik maken, nu we een auto hebben, allebei €300 over naar de gezamenlijke rekening. Voor onze auto. Onze auto, de kosten zelf, het is nog geen leaseauto. Het is een voorloopauto op de leaseauto. Het is iets duurder dan een leaseauto. Maar we betalen nu voor de auto betalen we €339 per maand. En dat is inclusief alles behalve benzine. Dan rekenen we iets van €260 voor benzine. En dat hebben we heb ik eigenlijk heel lang geleden bedacht. Om te doen dat we allebei €300 zouden inleveren voor de auto. En dan was het prima. En toen kwam ik erachter dat we waarschijnlijk echt niet zoveel kwijt zijn aan benzine. En dat is ook zo. We hadden de eerste maand hadden we iets van €78 over van dat benzinegeld. En dan sluizen we dat door naar onze vakantiespaarrekening. Dus dat heeft ook wel iets leuks. En als we echt een keertje heel veel over hebben, kunnen we er ook altijd voor kiezen om het weer terug te storten op onze rekeningen. Want op zich kan ik het vaak ook wel gebruiken. Dan is het nu tijd voor een financiële tip. In dit rubriekje financiële tip geef ik jullie elke maand een tip waar ik zelf iets aan heb gehad. Of ja, iets wat ik zelf doe, wat ik heel fijn vind op financieel gebied. En dat kunnen hele verschillende dingen zijn, bijvoorbeeld over hoe je geld kan besparen, maar bijvoorbeeld ook hoe je goed overzicht kan houden over je geldzaken. En dat is waar ik het nu over wil hebben. Het is niet echt iets van, oh magisch, dat ik nog nooit van gehoord. Dat is het echt niet. Maar wat mijn tip is, wat ik echt heel fijn vind, wat ik sinds kort nog extremer doe dan eerst, is met Excel werken. En ik werkte al wel met Excel, dat ik aan het eind van de maand eigenlijk van al mijn rekeningen, ik heb allerlei verschillende rekeningen, hoeveel erop stond en dat telt hij dan bij elkaar op en dan bij de vorige maand en dan zegt hij, oh je hebt meer dan de vorige maand of minder dan de vorige maand. Excel rekent dat dus allemaal uit als je dat allemaal goed intikt. Maar wat ik nu dus echt heb gedaan is alles wat er op mijn rekening gebeurt, vul ik in Excel in. Alles wat er uitgaat wordt rood gemaakt, alles wat er ingaat wordt groen gemaakt en daarnaast staat waar het heen is gegaan of waar het vandaan komt. En natuurlijk is dit exact hetzelfde wat ook gewoon staat in de bankieren app, zeg maar. Als je daar dat ziet, eigenlijk is het hetzelfde. Maar ik vind het zoveel fijner in Excel, omdat het, nou ja, ten eerste heb je meer overzicht, omdat je in één blik veel meer kan zien dan als je op je telefoon in de app zit, zeg maar. En ik kon nu dus ook echt, toen ik vandaag op mijn rekening keek en dacht, hè, heb ik nou weer, ja, het is een eeuwige verhaal. Er stond gewoon weer minder op mijn rekening dan ik had verwacht. En toen dacht ik dus, nou, dan gaan we nu eens kijken waar het nou eigenlijk heen is gegaan. En toen heb ik gekeken waar het heen is gegaan. En dat geeft gewoon heel veel inzicht en dat is gewoon heel erg fijn. Je kan van alles met Excel doen.
En ik doe er ook van alles mee. Ook kilometers van de auto's bijhouden. En de kosten van de auto bijhouden. En de kosten van de boodschappen van mijn Joren bijhouden. Ik hou het echt allemaal bij. En dat werkt heel prettig. En dat kan ik iedereen aanraden. Dan gaan we nu kijken naar mijn schuld. Ik moet heel eerlijk zeggen dat sinds ik op vakantie ben geweest en dus daarna tot gisteren eigenlijk helemaal niet meer bezig ben geweest dat ik nog steeds schuld heb bij Joren. Ik heb het in de vorige geldvideo wel gezegd, maar ik had het nog niet echt geregistreerd in mijn hoofd. En het is ook gewoon best wel, het is echt veel. Het was eerst €700, maar er is iets bijgekomen, ik weet niet meer wat, want het is echt alweer een tijd geleden. Dat was nog voor de vakantie. Maar het is inmiddels weer €1.052,11 en dat is echt heel veel. En ik ben het een beetje zat, vooral omdat ik deze video's maak, ben ik het een beetje zat dat ik er zo tegenaan hik en dat ik er zo weinig mee doe. Dus ik wil daar echt harder aan werken, beter mijn best voor doen. En dat is een mooi bruggetje naar mijn plannen voor volgende maand. Zoals ik in het begin van de video heb gezegd, heb ik op dit moment niet veel over elke keer om te sparen of om schuld af te betalen. Maar wat ik voor volgende maand in ieder geval echt wil besluiten, is dat ik sparen op de tweede plek zet en op de eerste plek het schuld bij Joren afbetalen. Dat is gewoon belangrijker. Ik heb veel maanden ook gedacht, ik wil een beetje sparen en een beetje schuld afbetalen. Op dit punt denk ik gewoon nee. Het gaat me nu alleen maar om de schuld afbetalen. En is lastig omdat ik gewoon op dit moment heb ik op mijn rekening €100 over. En dan heb ik niks gespaard en ook geen schuld afbetaald. Maar ik kan daar ook niet meer iets van. Ik kan daar ook niet iets afhalen om schuld te betalen. Want die €100 die heb ik deze maand gewoon nodig. Om, weet je, wie weet wat ik moet gaan doen. Misschien moet ik een keertje met de trein of wat dan ook. Ik heb altijd wel gewoon, wil ik minimaal aan het begin van de maand €100 op mijn rekening hebben staan. Om de maand te kunnen overbruggen. Ja, dat is dus gewoon, het is niet veel. Het komt omdat ik de lening van de overheid omlaag heb gegooid. En dat is wel fijn, want dan leen ik minder, dan heb ik minder schuld. Maar ik heb dus ook minder inkomsten, ja, logisch. Maar wat ik dus in ieder geval wil, is laten we dan laag inzetten. En proberen in november niet meer €1.000 schuld bij Joren te hebben. Maar dat het dus in de 900 zit. En dat ik niet meer in die 4 getallen zit, maar in die 3. Dat is sowieso wel een goed plan. Verder wil ik geen geld uitgeven aan dingen die niet nodig zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk al heel lang mijn plan. Maar misschien ook wat strenger voor mezelf. Niet misschien. Wat strenger voor mezelf zijn in wat nodig is. Dus gewoon ook echt tegen vrienden, als ze bijvoorbeeld zeggen, zullen we dit gaan doen? Dat ik zeg, ik kan niet, ik heb hier geen geld voor. Dus meer mee bezig zijn, strenger voor mezelf zijn. En onder die €1.000 schuld bij Joren komen. Dat zijn de plannen. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik hoop dat jullie het nieuwe format een beetje leuk vinden. En ik hoop dat jullie maandag ook weer kijken naar de weekendvlog. Die wordt leuk, want zondag gaat er iets leuks gebeuren. Maar dat zien jullie dan wel. Doei!